dan ga jij gaan praten. Oh, mag ik gaan praten? Hoi mensen, welkom en leuk dat je kijkt voor... leuk dat je kijkt. Ja, nou gaan wij heel heftig bochten. Oké, ik heb ook echt niet zoveel te vertellen. Ja. Nou, wij zijn Darcy en Thomas. Misschien ken je ons al van YouTube. Wij gaan vloggen met z'n tweeën. Hoe vaak? Weet je dat? Ik weet niet. Ik weet niet. Gewoon als we er zin in hebben, niet elke dag. Vandaag zijn we naar Scheveningen geweest. Met Koen en Samir. We hebben Turks pizza gehad. En we zijn naar een terrasje geweest. We hebben helemaal niet zoveel gedaan op het strand. Het was wel gezellig. Het was wel gezellig, ja. Het was heel gezellig, maar we hebben niet zoveel gedaan. We hebben ook nog iets rebels gedaan. Ja. Oh! Maar dan gaan we niet zeggen wat het was. Mag je dat niet zeggen? Ja, weet je, is strafbaar. Mag je het niet zeggen als je, zeg maar, stiekem bent weggelopen bij een terrasje zonder af te rekenen? Dan kan je in principe al, zeg maar, invullen wat we misschien hebben gedaan. Maar we zeggen het niet wat we hebben gedaan. Dat, maar we bevestigen niks. Maar dat had ook wel een beetje een reden daarom. Waarom hebben we dat gedaan eigenlijk? Wat? We hebben niks gedaan. Nee, we hebben niks gedaan. Wat hebben we gedaan? Hè? En nu zijn we onderweg naar jouw moeder. We zijn onderweg naar mijn moeder en dan gaan we lekker paas eten. Want het is Pasen. Tweede paasdag. Tweede paasdag. Oh, ja, dat is kijk, beter. Dat is beter. Ja, kijk, daar ben je goed in beeld. Hè? Had je dat niet gelijk even kunnen doen? Ja. Wij zijn eigenlijk het eerste stelletje in Nederland. Wat samen gaat vloggen. We hebben allebei eigenlijk een eigen camera. Ik denk dat we ook een beetje gaan doen dat we... Als jij bijvoorbeeld ergens heen gaat en waar ik niet heen ga, dan is dan het wel leuk. Dan ga ik in mijn eentje vloggen en jij ook. Ja, precies. Gaat. En dan gaan we dat door elkaar knippen en zo. Nu is het, we beginnen met een autovlog. Het worden geen ongeknipte vlogs, toch? Nee, we gaan het wel knippen. Gaat wel geknipt worden allemaal. Oké, wat zullen we nog meer vertellen? Ik heb een nieuwe camera. Ja, Darcy heeft een nieuwe camera. Met uitklapscherm. Dus dan ga ik de hele tijd naar mezelf zitten kijken. Ja, dat is heel fijn. Dat is echt vervelend. Dat moet je niet doen. Hè. Kijk, het is heel handig bij verscherpst. Ik doe het zelf ook hoor. Ik maak mezelf er ook schuldig aan. Ja? Ja, ik doe het de hele tijd. Ja, onbewust. Kijk daarnaar. Ja, dat doe ik. Ja. Oh ja. Dat doe ik. Probeer ik ook. Er komt een spannende bocht. Er komt een spannende bocht. Nee. Hij is niet zo spannend. Deze is... Niet zo spannend als de vorige bocht. Nee, dit is een beetje. Dit is een beetje een boosting bocht. Nu zijn we eigenlijk veel te overbelicht, joh. Het is mooi. Ik hou wel van overbelicht. Ik weet niet. Ik vind het helemaal niet zo fout om overbelicht te zijn. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ik vind dat echt mooi. Nee, dat is verschrikkelijk. Dan zie je niet zo al die dingetjes en zo. Ja, maar het kan echt niet eigenlijk. Je bent gewoon mooi, helemaal egaal wit. Spier wit. Ja. Is toch ook niet mooi? Mensen gaan naar de zonnebank. Ik vind wit veel mooier dan bruin. Ja? Ik vind een mooie witte huid vind ik veel mooier dan echt een bruine huid. Dus jij vindt mij heel mooi. Als jij een meisje zou zijn, waarschijnlijk wel, ja. Oh, dus je vindt me nu niet mooi? Nee, ik vind dat meisjes met echt een mooie witte huid, en dat hebben niet veel meisjes. Ja, vind ik echt mooi. Zo'n sneeuwwitje huid, weet je wel? Je zegt nu gewoon dat ik niet mooi ben. Ik vind je wel mooi. Ik zeg, dus je vindt me mooi, zeg je als je een meisje was geweest wel, ja. Mannen mogen best een kleurtje hebben, alleen jij krijgt geen kleurtje. Ja, ik kan geen kleur. Jij verbrandt. Ja, ik word alleen maar rood en dan word ik weer wit. Ik word echt een neger. Dat mag je helemaal niet zeggen. Ik word gewoon een neger. Nee, dat mag je niet zeggen. Waarom niet? Weet ik niet. Maar weet je wat, ik vind het vervelend dat donkere mensen, die mogen van zichzelf zeggen, nugu. Maar wij mogen dat niet zeggen. Ik bedoel toch helemaal niet, ik bedoel er niks mee hoor. Ik zeg alleen dat ik op een neger lijk. Ja, dat weet ik ook wel. Kijkers weten dat ook wel. Maar nee, maar waar ik mijn punt van wil maken, is dat donkere mensen mogen zichzelf wel gewoon, mogen ze wel gewoon doen. En wij mogen dat niet doen. Wij mogen dat niet zeggen, wij blank als blank. Waarom niet? Ja, dat vraag ik me dus af. En zeg maar, homo's, die mogen wel hele flauwe homo-grappen maken. Maar als hetero's doen, is het gelijk beledigend. Dat is toch raar? Ja, als wij zeggen gay, ja, dan zijn ze gelijk met teentjes te trappen. Terwijl als homo's kijken, je bent echt een valse nicht. Ja, weet je, er is niks aan de hand. Dat is toch raar? Ja, dat is wel een beetje raar. Ik ben altijd wel heel erg politiek correct. Ik niet. Politiek verantwoord allemaal. Ik wat minder. Jij helemaal niet. Oh. Helemaal niet. Absoluut niet. Nee, echt niet? Jawel. Oké, weer spannend. Ik vind het zo jammer dat de mensen niet doorrijden. Oh. Er zijn zoveel mensen die niet kunnen rijden, dat is echt belachelijk. En niet dat ik super goed ben in rijden. Maar als ik kan het niet hebben dat er mensen zijn die slechter in rijden zijn dan ik. Want dat is in mijn ogen slechter. Dat is eigenlijk ook wel weer raar om te zeggen. Eigenlijk kan ik dat helemaal niet zeggen. Misschien waren ze gewoon niet aan het opletten op dat moment. Ja, maar dat zeg eigenlijk ook, dan ben je geen goede chauffeur. Je moet altijd opletten, vind ik. Ja, maar er zijn vast ook wel mensen die zich aan jou irriteren. Hoe jij rijdt. Vast wel. Nou. En die zitten ook, ik rij veel beter. Iedereen moet gewoon net zoals mij rijden. Net zoals ik. Dat is precies hetzelfde. Ja, is ook. Daarom slaat het ook helemaal nergens. Daarom moet ik dat ook helemaal niet zeggen. Maar ik vind wel... En dan rijdt iedereen hetzelfde, rijdt iedereen hartstikke braaf, net zoals jij.
Ik rij helemaal niet. Ik rij 101. Ik rij harder dan dat ik mag. 1 kilometer per uur. Harder. Ja, nu 99. Dus nou compenseer ik weer. Maar als iemand 80 rijdt, helemaal op de linkerbaan, dan kan je toch wel zeggen dat diegene niet goed kan rijden. Misschien is er wel een reden voor dat hij 80 rijdt. Ja, omdat hij niet kan rijden. Wacht. Nou, je hoeft niet te wachten. Wow. Nou, waarom zeg je dan wacht? Ik zeg gewoon wacht. En dan ga ik dat doen. En dan hoeft hij niet te wachten, maar ik zeg gewoon wacht. Het is wel grappig dat iedereen ook echt gaat wachten als ik wacht heb, toch? Ja, dat is wel grappig. Ik zeg het gewoon automatisch, wacht even. Het is wel echt een heel onhandig stopwoordje. We zijn er bijna, toch? Ja, we zijn er bijna. Dus we gaan gewoon, zullen we afsluiten of alles? Ja. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En volgende keer. Snel. We gaan allemaal avonturen beleven op dit kanaal. Dus abonneer. Vergeet je niet te abonneren. Laat een reactie achter met. Jij bent goed met vragen verzinnen. Wat heb jij vandaag gedaan? Wat heb jij met Pasen gedaan? Heb jij gedaan met Pasen? Weet je wat ik altijd leuk vind aan Pasen? Hou je riem om. Ik altijd leuk vind aan Pasen of Goede Vrijdag of zo? Dat er best wel leuke films op tv zijn. Die hebben we helemaal gemist. Ja, dat met is waar. Jezus die opgehangen wordt, vind ik altijd wel interessant. En leuk. Ik vind het ook gewoon leuk om te zien hoe die opgehangen wordt. Oh, jij bent echt een Judas. Ja. Echt een Jood. Ik droeg vroeger ook altijd van die kruisjes die op zijn kop hingen. Jij bent echt een Antichrist. Die Antichrist. Maar dat is helemaal niet zo antichrist, want het is juist die vent, zeg maar, die Jezus verraden had, die heeft zich later ondersteboven op laten hangen, omdat hij zo'n spijt ervan had. Nou, dus daar geloof ik helemaal niks van. Ja, nee, dat is echt zo. Ik heb dan mijn geschiedenisleraar, mijn godsdienstleraar gevraagd. Ja, wat weet hij er nou van? Ja, hij is godsdienstleraar. Ja. Wat weet hij er nou van? Zal ik hem uitzetten? Ja, dat gaan we doen. Oké, mensen, laat even. Ah.